overal. Een lucky geet, een stekkie van de buk. Ik geet een stekkie van de buk, zie je. Van de buk, buk, zie je. En dan komen we alweer bij de nummers 15 tot en met 18. 15 tot en met 18. En ik wil graag vier clubjes tegelijk het podium op hebben. Nogmaals, in compleet willekeurige volgorde. Kom eens naar boven. Wij wel, de hangjongen, Oude Meuk en onze jubilerende club, Knap Lillek. Wij pakken het hier toch af, dus neem het niet mee. Geen bier op het podium, dan wordt het hier glad. En dan gaan er ongelukken gebeuren, dus laat het lekker staan. En dan komt het van eigen goed. We gaan met nummer 18 beginnen. En ze hebben hun startnummer eer aangedaan, want nummer 18 had ook startnummer 18. Ze waren met z'n tweeën, een kleine loopgroep. Compleet nieuw, Piet en Frank. En het hele jaar stonden ze onder spanning, maar dit jaar hebben ze zich met de optocht behoorlijk ontlaat. 18e plaats, Oude Meuk! Heren, gefeliciteerd. En het was mooi zoals jullie dat deden. Volgens mij hadden jullie de stroom op halverwege. Maar... En dan de 17e plaats. Ze zijn toch al behoorlijk lang een clubje en doen dat op een bijzondere manier. Dit jaar hadden ze wel, en misschien had dat gescheeld in de prijs, in de plaats die ze gehaald hebben, kleintjespils in plaats van echte pilsjes. Maar toch een hele mooie prestatie. 17e plaats, ze bestaan 11 jaar. Onze clubje, Knap Lillek! Dan zullen ze nog wel een feestje geven, denk ik. 11 jaar bestaan van zo'n clubje. Ze hebben drie jaar lang de Moeskoningin geleverd. Ben hier 2 jaar geweest. Ondertussen zijn er ook wel 2 kleine Knap Lillekes. En die hele kleintjes. Oh, 4? Nou, dat gaat wel heel snel, hè. Bijna 5. Het wordt een echte grote club. Ze gaan nog een grote wagen bouwen, denk ik, op een gegeven moment. 17e plaats, gefeliciteerd Knap Lillek. En dan gaan we naar de 16e plaats. Compleet nieuw clubje. En
duizend en tweeën. Wij wel met stand nummer 22. Als ze de eerste keer meedoen en ze worden 16e, dat is toch een hele mooie prestatie. Dat betekent dat op de 15e plaats, kom maar vast naar voren heren, met start nummer 21. Met een optocht gaan wij bar hangen, nou dat hebben ze gedaan, volgens mij was het gruwelijk vermoeiend. De elke keer zo hangen en helemaal met de rug op de grond, maar ze deden het fantastisch. Onze hangjongeren, 15e plaats. Maar ze zaten bij Hofmans in de schuur. Denk dat daar volgend jaar al meegebouwd gaat worden. Dankjewel en heel graag een afmars voor deze vier schitterende prijzen. Dankjewel en volgend jaar zien we heel graag terug. En natuurlijk morgen op het Europaplein. Lekker feestje bouwen met Knap Lelk.